In 2050 wil Ede energie neutraal zijn. Wethouder Lex Hoefsloot vertelt waarom. Ja, uiteindelijk het klimaat verandert te snel. We genieten van heerlijke lange warme zomers, maar wereldwijd zijn de effecten veel te groot. En daarom moeten we onze energievoorziening moeten we verduurzamen, onder andere met zonne-energie. Is dat ook de reden dat de gemeente zonnepanelen op de gemeentewerf heeft gelegd? We hebben hier zonnepanelen opgelegd omdat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven. Dat doen we niet alleen op dit dak. We doen het ook bijvoorbeeld op het zwembad De Peppel, buurthuis Ederveen, de bibliotheek Collage in Bennekom en natuurlijk op het gemeentehuis zelf. Op alle daken van de gemeente die er voor enigszins voor geschikt zijn, willen we zonnepanelen leggen. Ook inwoners en bedrijven van Ede zullen duurzaamheidsmaatregelen moeten nemen. En de gemeente wil dat ook stimuleren. Om mensen te verleiden, Edenaren te verleiden, zowel hun huis als hun bedrijfspand te verduurzamen, hebben we een duurzaamheidslening. Daar kunnen ze tegen goedkope rente, makkelijke voorwaarden, kunnen ze geld bij de gemeente aanvragen om zonnepanelen op een dak te leggen, hun huis te isoleren of een bedrijfspand te isoleren. Er komen dus in de toekomst nog veel meer zonnepanelen en andere oplossingen om duurzame energie op te wekken of te besparen in Ede. Maar volgens de wethouder moet er ook meer besef komen dat kleine beetjes ook helpen. We moeten uiteindelijk al onze energie duurzaam gaan opwekken met zonnepanelen, met windmolens. Maar uiteindelijk ook, we moeten ons gedrag een beetje aanpassen. We zullen gewoon minder energie moeten gebruiken. Dat kan door je huis beter te isoleren, maar ook door bijvoorbeeld korter te douchen. Gewoon hele eenvoudige kleine maatregelen waar je vandaag al mee kan beginnen en die uiteindelijk alle kleine stapjes helpen. Wilt u meer weten of tips om uw huis te verduurzamen? Kijk dan op ede-natuurlijk.nl.